Hallo lieve mensen en teamleden, ik ga voor jullie een video maken hier over hoe je nou moet meedoen met Hashing at Space en hoe je nou moet registreren. Nou, ik had hem al een keer in het Engels gemaakt. Jullie weten misschien wel dat ik hem bij Hashing at Space op de Facebookpagina even in het live gedaan heb, in het Engels natuurlijk. En voor jullie doe ik hem ook nog even in het Nederlands. Dus, nou, loop met me mee. Want het eerste wat je gaat doen is, uiteraard ga je registreren. Nou, als jij iemand treft in jouw vriendenkring en diegene die wil graag meedoen, dan geef je die link die je hebt, hè, om dus de mensen binnen te halen, die geef je dan aan die persoon. En die persoon die klikt daarop en die moet dan registreren. Nou. Dan krijg je dus deze pagina te zien. En nou heb je natuurlijk al, ik heb wat tekst daarbij gezet. Maar wat ze zien is dat ze gewoon hun voornaam en hun achternaam moeten invullen. Hun beste e-mailadres natuurlijk. Hè. Wees daar heel erg bewust van dat ze hun beste e-mailadres invullen. En ja, maak een paswoord aan voor jezelf en dan komt het goed. Er is één ding waar je even rekening mee moet houden. Er zijn wat mensen die in Bitbounce zitten. En dat is een programma waar je cryptocurrency mee kunt verdienen. Maar aan de andere kant blokkeert het ook e-mailadressen. Dus ja, is dat nou wel heel erg handig? Ja, ik vind van niet. Maar er zijn een aantal mensen. Ik heb een paar teamleden gehad die dat dus ook hadden. En die kregen hun e-mail dus niet binnen, omdat ze Bitbounce hadden. Dus wees ervan bewust dat als je iemand hebt die Bitbounce heeft, dat diegene hem of uitzet of verwijdert of het e-mailadres van Hashing at Space, die dus normaal in je e-mail komt, dat ze dat adres even whitelisten. Dus dat is even heel belangrijk, want anders komt hij niet aan. Dus dat is allemaal voordat ze registreren, hou er rekening mee. Dan is het ook nog zo, het beste om te gebruiken is een Gmail-adres. Ik wil niet zeggen dat het per se een verschil geeft om een Gmail-adres te hebben. Maar ik weet wel dat Gmail over het algemeen niet al te moeilijk is door het gebruik van dit soort programma's. Dus vandaar dat ik dat er even bij zeg. Nou, je ziet ook wel, voornaam, achternaam, je e-mailadres, paswoord invullen. En dan krijg je dus dat vierkantje waar je even moet aanvinken dat je ja, meegaat met de Terms of Use en de Privacy Policy. Ik zeg altijd wel, lees die dingen altijd, want je weet maar nooit als er iets in staat wat jou niet bevalt, dat je misschien hier helemaal niet mee eens bent. En dan klik je natuurlijk op de knop Get Started. Nou. Volgende wat je dan krijgt is deze pagina. En hier gaat het heel vaak mis, want dat groene wat je ziet hier op de pagina, dat is niet zo heel erg duidelijk gedaan. Ze hadden dat eigenlijk gewoon knalrood moeten maken, flashy moeten maken, want heel veel mensen gaan hier dus meteen al inloggen. Niet doen, want dat werkt niet. Er staat duidelijk een groene balk waarin staat dat je dus eerst naar je e-mail toe moet om dus vervolgens je account te activeren. Het staat er niet heel erg duidelijk, ik weet het. Wat dat betreft zou ik misschien Luc nog een berichtje kunnen sturen om te zeggen dat ze daar eigenlijk iets anders van moeten maken, zodat het wat duidelijker wordt. Maar nou goed, bij deze zeg ik het nu eventjes tegen jullie. Nou, degene die al in mijn team zitten bij Hashing at Space, die weten natuurlijk ook al wel hoe dat werkt. Goed, nou daaronder staat ook wel, klik hier als je die e-mail niet ontvangen hebt. Dus open je e-mailadres in een nieuwe pagina en laat deze ook openstaan. Mocht je hem niet gehad hebben, die e-mail, klik dan even op die blauwe tekst van klik hier. En dan kun je als het ware gewoon weer een e-mail aanvragen. Als het werkt, ik weet het niet jongens, we zitten hier in de pre-launch. Dus het is een beetje lastig, ik weet het en het is heel vervelend allemaal. Maar het is ook niet handig om in de Facebookpagina van Hashing at Space
honderdduizenden dingen gaan plaatsen over hetzelfde onderwerp, want eigenlijk heeft iedereen daar bijna last van. En dus als je ergens problemen hebt, ga dan in je back-office, als je dus bezig bent met het registreren van een nieuw lid, ga dan gewoon naar support, maak een ticket aan en verwerk het dan op die manier. Maar ga niet naar de Facebookgroep en ga dan niet meteen vertellen waar jij last van hebt. Want ja, als daar al honderden vragen van staan, is dat niet echt handig. Goed. Maar goed, we gaan verder. Dus op dit punt, als je dit ziet, dan ga je naar je e-mail. Daar staat een link en daar ga ik nu naartoe. Dus dan ga ik je even laten zien hoe dat eruit ziet. Nou, dit is even een voorbeeld van mijn e-mailadres en mijn pagina die ik dan had natuurlijk. En wat je ziet is inderdaad dat het komt van noreply.hashingatspace@gmail.com. Nou, het verzenden van Gmail naar Gmail gaat vaak goed. Dus vandaar dat ik ook zeg, zorg dat je Gmail hebt. Want in dat geval krijg je hem dus 9 van de 10 keer wel binnen. Nou, je ziet het wel, je krijgt dus een berichtje inderdaad. En er staat een blauwe link, die kan je niet missen. Daar klik je op. En dan ga je weer terug naar Hashingatspace automatisch. En dan kun je ook inloggen. Goed, nou, ik zeg het er natuurlijk altijd even bij. Dat mocht je de e-mail niet hebben gehad, kijk ook altijd even in je spamfolder. Oké. Goed. Nou, als je die hebt aangeklikt, dan kom je hier terecht. En dan staat er ook wel account activation. En er staat gefeliciteerd. Je bent met succes ben je geactiveerd in je account. En please, ja, klik hier om in te loggen. Nou. Klik gewoon op die tekst, dat is goed genoeg, heb ik ook gedaan, werkt allemaal prima. Nou, als je dat doet, dan kun je dus vervolgens nu wel inloggen. Dus dat is even voor de mensen die nieuw zijn. Dus hier kun je inloggen. Nou, je entert gewoon je e-mailadres die je hebt gebruikt met registreren. Het paswoord wat je hebt bedacht en je tikt even het vierkantje aan dat je geen robot bent. Mocht je nou je wachtwoord zijn vergeten, is natuurlijk erg dom, maar als je registreert, zorg dan dat je hem even opschrijft voor jezelf. Ja, ik zelf heb een bepaald systeem om wachtwoorden gewoon te onthouden, maar gebruik jij voor elk programma een ander wachtwoord, ja, dan is het wel handig dat je een lijst hebt met al die wachtwoorden, want dan kan het nog wel eens zijn dat je die kwijtraakt. Maar hier kun je dus ook Forget Password aanklikken. Als je dus je paswoord bent vergeten. Nou, vervolgens log je in. En de eerste pagina die je ziet is gewoon een advertentie. En in dit geval zie je dus in de pre-launch zie je nog de film van Luke Millard. En die kun je gewoon op pauze zetten als je die al gezien hebt. Heb je die nog niet gezien, kun je hem gewoon direct kijken. Of je wacht tot je in je back-office bent. En dan kun je op de vraagteken klikken en daar zie je hem ook. Maar dat kom ik straks op. Nou, hier kun je dus vervolgens, als je dus even wacht, hè, want dat duurt dus ook weer gewoon een paar seconden. En dan kun je gewoon naar je dashboard gaan door daar op die blauwe knop te drukken. En daar staat ook keurig dashboard. Als je dat hebt gedaan, dan de eerste stap is je profiel aanpassen. Hier kan je niet omheen. Dit is even voor de nieuwe mensen. Niet denken van, oh ja, ik ga dit doe ik later wel en ik ga naar de dashboard en ik wil gelijk klikken. Dat werkt niet. Eerst je profiel aanvullen en als je dat hebt gedaan, dan kun je pas verder. Dus even voor informatie hier, want je voor- en achternaam vul je in natuurlijk. Wanneer je geboren bent, in welk land je woont. Heel belangrijk, want als jouw land er niet bij staat, is het niet goed. En vul in even 6-nummerige PIN in voor jezelf. Hè. Het is net alsof je dat in de bank nodig hebt, hè, je PIN-nummer. Alleen dit zijn 6 nummers. Bedenk een mooi nummer en schrijf hem op. Want die heb je later weer nodig als je eventueel geld eruit wil halen in Hashingatspace. Nou, vervolgens klik je op Submit en dan kom je hier terecht en dan zie je weer die groene balk. En daar staat You have successfully updated your profile.
Nou, als er staat dat je met succes je profiel hebt aangepast, is alles correct gedaan. En hier vandaan kun je al gelijk zeggen, ik ga alvast beginnen met mijn advertentie bekijken en geld verdienen. Want dat is natuurlijk wat we het allereerste willen doen. Nou, dus er staat ook wel rechtsbovenaan zit een mooie blauwe knop. En als je die ziet, dan klik je daarop. En dan ga je ook naar een pagina toe waar je dus een advertentie ziet die je voor 7 seconden moet bekijken. Nou, dat bekijk je 7 seconden en dan rechtsbovenaan in de hoek verandert die. En dan zie je uiteindelijk staan report. Dus als jij een website ziet die iets met seksistische dingen of andere dingen te maken hebben dan wat het eigenlijk normaal mag zijn. Dan klik je even op report en dan zorg je even dat daar even een melding van gemaakt wordt. En anders klik je op complete ad mint. Nou, als je dat gedaan hebt, dan verandert die weer even. En dan krijg je 3 knoppen te zien. 3 blauwe knoppen. En die knoppen die zeggen, nieuwe pagina, ga terug of volgende advertentie. Nou, even in het Engels. Dat is natuurlijk allemaal in het Engels. Dus het is gewoon next page. New window, back en next ad. Nou, ik denk niet dat je de pagina misschien in een nieuwe pagina wil openen, dus die sla je gewoon over. Dus hier kun je kiezen voor of back of next ad. Het maakt niet uit welke je doet. Het enige is als je op back klikt, dan ga je gewoon automatisch terug naar je back office en ben je klaar. Klik je op next ad, dan krijg je een melding dat je je ene advertentie keurig bekeken hebt. En als je die wegklikt, dan ververst jouw pagina. That's all. Dus, nou. En dan vervolgens zeg ik natuurlijk, ja, dan heb je natuurlijk je timer, hè, want je timer loopt natuurlijk af. En wat gebeurt er nou en wanneer krijg je nou betaald? Nou, je krijgt betaald altijd achteraf, dus de volgende dag als jouw timer is afgelopen. Dus, in dit geval is het gefeliciteerd dat je geklikt hebt, want morgen, hè, dan, hè, als de timer dus naar de 0 gaat, en van de 0 gaat hij weer naar 2300 uur enzovoort. Hij blijft gewoon doorlopen. Maar dan krijg je uiteindelijk dus jouw Asimi tokens erbij geschreven. Nou, vergeet niet natuurlijk dat je elke dag even op die link klikt. Want als je een dag overslaat, dan krijg je die dag die je overgeslagen hebt, krijg je niet betaald. En krijg je dus geen Asimi tokens erbij geschreven. Dus weet dat je elke dag even 7 seconden moet kijken naar die advertentie. Nou, dan even voor de mensen die hun online business doen op de telefoon. Want dat kan natuurlijk ook. Ik doe alles op de computer. Ik vind telefoon niet fijn, is me allemaal te klein. Maar er zijn een hoop mensen die hebben niet eens een computer, doen alles op de telefoon. Nou, dat kan. Het punt is alleen, er zijn wat dingetjes die je moet weten. Nou. Punt 1 is, als je op Hashing at Space zit en je gebruikt dit, dan moet je een Android hebben of een smartphone, want anders krijg je dit niet voor elkaar. Mocht je een iPhone hebben en je hebt niet anders, vraag dan even een familielid of vraag een vriend en probeer daar anders even in te loggen op jouw pagina en het daar te doen. Dat is de enige advies die ik je kan geven. Nou. Is heel makkelijk. Deze is gewoon stap 1. Is dan ga je natuurlijk naar de site waar je naartoe moet eerst. Dus je gaat eerst naar hashingatspace.com. En dan ga je dus inderdaad daar aanwezig zijn. Op het moment dat je daar bent, dan ga je naar stap 2. En dan klik je aan de rechterkant, zie je 3 puntjes staan in de hoek. En daar klik je op en dan komt er een lijst tevoorschijn. Nou, die lijst die kan langer zijn dan wat je ziet hier op mijn pagina. Dus het kan zijn dat je naar beneden moet scrollen om vervolgens de stap 3 te kunnen zien. Dus bij stap 3 moet je klikken op Request Desktop Site. Dat wil zeggen dat wat ik nu zie op mijn computerbeeld is dan hetzelfde in jouw telefoon. Dat wil zeggen een desktop site. Dus als je die aanklikt, dan verandert die vanzelf naar je desktop view. Dus dat is even wat je moet doen. Dus mocht je dit niet zien, dan is het een teken dat je even moet scrollen. En dan kom je hem vanzelf tegen als het goed is.
Hou er rekening mee. Alleen met een Android werkt dit nog. Misschien dat we later met een iPhone het ook nog kan. Maar tot nu toe weet ik niet of dat kan. Maar mocht jij weten of het kan, laat het mij even weten dan. Nou, dit is het einde van hoe je moet registreren. En hoe het nou precies allemaal in elkaar steekt. Dus bij deze zeg ik veel succes. En ik hoop dat je het natuurlijk de volgende keer weer ziet. Vind je het leuk? Dan abonneer je natuurlijk op mijn kanaal. Want je kan natuurlijk altijd meerdere video's bekijken die ik ook heb gemaakt. Wil je meer weten, dan kun je hier beneden in de berichten kun je even een vraag stellen. Of misschien een opmerking plaatsen. En dan kijk ik of ik dat kan beantwoorden. En dan bij deze zeg ik een hele fijne dag gewenst natuurlijk. En tot de volgende keer jongens. Doeg!